Mijn opa die heeft ook gewerkt aan de Afsluitdijk. Dus ja, die hebben dan handmatig zeg maar stenen gezet. En ja, zoals je nu gehoord hebt, dan wordt het nu allemaal machinaal gedaan. De Afsluitdijk is natuurlijk zo'n toppunt van Hollands glorie. Als daar weer een heel nieuw project van gestart wordt, is dat echt heel mooi. Het is niet even een klein klusje om het zo maar te zeggen. Nee, het wordt echt, het is over de hele 32 kilometer komt er echt een laag bovenop. Er wordt flink uitgepakt. Je zag net al de duizenden kleine blokjes staan. Dat wordt nog 14 keer zoveel wat er allemaal voor nodig is. Hele innovatieve nieuwe toepassingen ook. Zorgen dat we ook CO2 neutraal kunnen zijn. Dus ja, echt een heel bijzonder project. Hoe heeft je opa dat ervaren destijds? Weet je dat? Wat voor verhalen gingen daar rond? Ja, het waren altijd hele mooie verhalen. Van ze waren in wezen hele week van huis. En het was hard werken. En er werd ook goed geld verdiend, zeg maar. Maar het was altijd mooi werk. En goed aan het water. Ja, je moet er wel wat mee hebben natuurlijk. De Afsluitdijk waren we misschien met z'n allen al heel erg trots op. Een icoon wordt het natuurlijk altijd al genoemd. Hoe is dat straks als hij klaar is? Nou, ik denk dat het dan ook weer zo is dat wij hier dingen aan het doen zijn die nog nergens in de wereld op deze manier gedaan zijn. Dus ook straks kunnen we er ontzettend weer trots op zijn. Dat je hier nu staat, eigenlijk op het bouwwerk dat hier staat, mede dankzij je opa. Is dat nog iets bijzonders? Ja, dat is uiteraard mooi. En mijn hele familie heeft in de steenzetterij gezeten. En aannemersbedrijf gehad. En mijn vader hier geboren op Den Hoeven. Dus ja, voor mij is het wel heel mooi.